Wij van Coffee Discounter hebben weer een mega weekendknaller. En dat is deze Saeco Palea Ring Plus Black. Normaal is deze Saeco €849 en wij gaan knallen! Want hij is nu €399. Check wel eventjes de voorraadmeter, want deze jongen gaat echt hard lopen. Dus wees er snel bij, want op is op. Hé jongens, de knaller geldt van vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur. Vergeet natuurlijk niet ook eventjes wat accessoires te bestellen. En dan vooral niet de koffiebonen, want dan kan je namelijk gelijk gebruiken. Kijk eens eventjes. Dit is hem, hè. €399. Ja, je kan natuurlijk online bestellen of gewoon hier en daar nog even komen bekijken en direct meenemen. Voor de expertise uitleg van dit apparaat vraag ik even jullie aandacht voor onze koffie-expert. Nieuw is altijd leuk. De nieuwste Philips Saeco Black Ring Plus. Een mooi front. Iets of glanzend. Deze machine heeft een berg opties in het menu. Kijk toe maar eens mee. Drankinstellingen, onderhoud, machineinstellingen, standby functie. Kan u instellen. Speciale functies heeft hij ook. Kan u zelf bedenken, want ze staan er allemaal in. We kijken even naar de drankinstellingen. Espresso koffie. Daar ben ik voor. De sterkte. Kijk. Gewoon aan het wieltje draaien. Het touchwiel. En ik zet hem op sterk. En ik bevestig hem. En zo kan u op die manier allerlei zaken zelf bepalen. Wil je dan een lekker bakje koffie zetten? Dan gaan we eerst kijken naar het aroma. Nou, dat wil ik niet hoor. Gemiddeld aroma ook niet? Sterk wil ik wel, ja. Nou zet ik de SBS-knop zet ik naar fijn. Dan wordt via een extra kanaaltje door de koffie geperst, waardoor de crème-laag duidelijk toeneemt. Een prachtig systeem, zeer exclusief van Philips Saeco. Zie je dat die SBS wel degelijk wat doet? Dat vind ik nou zo leuk van die Saeco-machines. Dat is die immense crème-laag die er steeds ontstaat. Wat mij betreft doet hij het hoor. Het is een prachtige koffie geworden. Een bijzondere eigenschap van alle Saeco espresso koffiemachines is dat ze keramische maalschijven in de molen hebben. En dat proef je. Heel belangrijk is altijd dat u uw kopje grondig heet voorverwarmt. Dan pas is je kans op de beste smaak en de mooiste crème gaat groot. Heel makkelijk bij deze machine. Ik druk op die knop en u ziet gestaan geselecteerd heet water. We draaien de kraan open. De pomp moet eventjes wachten tot het verwarmingselement goed heet is. Het is een duo thermoblok wat verschrikkelijk mooi werkt. We zetten de kraan weer uit. En we hebben een snoeiheet kopje zodra we deze geleegd hebben om een mooie koffie te maken. Om melk op te schuimen voor een grondige cappuccino drukken we op stoom. Het glas onder het Panarello pijpje. We draaien de kraan open. Wacht even af dat het verwarmingselement zijn werk heeft kunnen doen en snoeiheet kan worden. En hij gaat stoom produceren. En onze interesse gaat uit naar het melkschuim, want niets is mooier. Ja, en hij wordt me daar lekker mooi. Kijk eens, melkschuim, dat weet hij te maken. Voor een lekkere cappuccino. Hij heeft ook energielabel A, dat betekent zeer energiezuinig. Handig van deze machine is dat er een groot glas onder kan. Kijkt u maar. Ja, dat denkt u ook. Maar hoe doe ik dat nou met een kleine? Nou, dat doen we zo. Dat doen we elektrisch met een touch lift systeem. Jawel, lekker luxe. Kijk eens aan. Voor een echte espresso. Wat ik altijd fijn vind, is een groot waterreservoir. Dat je niet zo vaak naar de kraan hoeft te lopen. Wel nu, 1,7 liter, dat is pittig. En dat vinden we leuk hoor. Het bonenreservoir heeft een extra optie. Naast dat je hem kan afstellen met dit nokje en een sleutel,
naar zijn fijnste stand, want dat raad ik er niet aan. Heeft hij ook naast 350 gram volume hier een klepje waarbij u gemalen koffie kan toedienen. Stel nou eens dat u voor decaf dat handig vindt voor deze of gene. Per portie, eenmalig, met een bijgeleverd schepje kan u dat hier kwijt. Het zogenaamde koekjesopvangreservoir hebben wij hier. Het lekbakje hebben wij hier. Heel belangrijk is de zetgroep, de bekende Saeco zetgroep. Met zijn persje, met zijn zeefje. U hoeft die maar één keer in de week grondig af te spoelen met lauw water. Denk erom, geen heet water, dat verwijdert alle smering. Lauw water, eens in de week afspoelen. En dat is het hele onderhoud naast het ontkalken wat u minimaal eens in de twee maanden moet doen. Het herplaatsen van de zetgroep is heel simpel. Daar gaat hij, op zijn plaats, lekbakken erin, klepje dicht en u kan rustig gaan slapen. Heel belangrijk is het onderhoud van uw koffiemachine. Naast het schoonspoelen van de zetgroep moet u ontkalken. Ga ervan uit een keer of zes per jaar, dus iedere twee maanden. Heel belangrijk is dat u daarnaast het ontkalken de machine ook een aantal keren per jaar moet reinigen. Dat gebeurt met een pil. En deze pil, afhankelijk van de machine, wordt ook vaak toegevoegd aan het water of in een apart vakje. Uiteraard is dit ontkalkersetje voor een heel jaar verzorging bij ons te verkrijgen. En zo hebben we dan een espresso, latte macchiato, cappuccino of een gewoon kopje koffie van koffiediscounter.nl.